Beste inwoners van het centrum van Zoetermeer, allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar. Eindelijk is het 2021 en wat hebben we er naar uitgekeken? En wat gaan we mooie dingen doen in dat nieuwe jaar? Alleen, we zijn er nog niet, we moeten nog even door de zure appel heen bijten. Laten we dat vooral ook samen doen. Ik sta hier midden in het centrum en zoals u ziet is het stil om mij heen. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Bijvoorbeeld achter mij in het centrum, daar gaan we de komende tijd door met de upgrade van het stadshart. Daar gaan we veel bouwen en daar proberen we ook jongeren zoveel mogelijk bij te betrekken. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe American Diner geopend door de leerlingen van het MBO Rijnland. Helaas moest dat dicht, maar straks als het open gaat wordt dat echt een hele mooie plek. En we gaan jongeren betrekken bij bijvoorbeeld een street art project. En we willen vooral samen met u ook kijken wat er allemaal nog beter kan. En langzamerhand komt hier het dorp in beeld. En ook met de Dorpsstraat en het centrum van het dorp zijn we allerlei dingen nog van plan. We proberen het centrum compacter te maken, zodat daar meer reuring plaatsvindt. En we gaan samen met het dorp kijken wat we daar nog meer kunnen doen. En daar hebben we u voor nodig. Wat kunt u doen? U kunt nu al kijken op de website www.zoetermeer.nl/centrum. Of u kunt ons bellen of mailen. En wij zien er ontzettend naar uit om straks live elkaar weer te ontmoeten. Met een bakfiets in de straat, onderaan de flats of in het centrum. Of op allerlei gelegenheden waar we weer echt met elkaar en met alle medewerkers in de wijken het gesprek aan kunnen gaan. Zoetermeer maken we samen. Doet u mee?